Whoa. Oi. Hallo allemaal, daar zijn we weer. Het is maandag, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik had verwacht dat ik best wel brak zou zijn op dit moment. Maar eigenlijk valt dat heel erg mee. Omdat Bart en ik afgelopen weekend zijn wezen stappen. Ik geloof dat we echt bijna 2 jaar lang niet echt los zijn geweest met z'n tweeën. We hadden dit echt even nodig. Ik ben echt weer helemaal verliefd op Bart. Echt, het is zo schappig hoe dat gaat. Ik kan het echt iedereen aanraden als je een tijdje niet uit bent geweest met z'n tweeën. Omdat je een kindje hebt gehad. En het kindje is eenmaal ongeveer een halfjaartje of zo. Doe het echt even een keer. Want het is echt super leuk. Het was ook echt extra speciaal omdat we echt met z'n tweetjes waren. Maar er is nog iets anders waarom ik best wel enthousiast ben. Ik krijg namelijk vandaag mijn nieuwe fiets. Die kan elk moment bezorgd worden. En het is echt zo'n beetje zo'n mama fiets. Dat heb ik nog nooit gehad. Ik heb echt alleen maar van die oude krot stadsfietsen gehad. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik kan echt niet wachten tot ik er ook nog zo'n babysitje op kan zetten. En Jax kan zitten. En wij lekker... Hup, naar buiten kunnen samen fietsen. Het is trouwens ook nog eens dezelfde fiets als die Jol heeft. Dus we zijn straks gewoon twinning met onze fietsen. Oké, nu ga ik snel naar Jax toe. Ja, ik had het dus van de week ook al gezegd. Maar Jax zit echt een beetje in between fases. Van kinderstoel of het babyopzetstukje. Wat ik er nu dus af heb gehaald. Maar het eten geven gaat echt nog heel erg lastig in de kinderstoel. Hij zit gewoon echt nog niet echt stabiel genoeg. Hij gaat steeds met zijn hoofdje naar voren. Dus ja, ik kan er niet echt goed bij. Dus ik ben nu ook aan het kijken voor een andere kinderstoel. Waarbij het toch misschien makkelijker gaat. Maar ja, het is toch gewoon een beetje lastig. En ik wil eigenlijk sowieso nog een kinderstoel. Want ik wil boven eigenlijk ook een kinderstoel gaan zetten. Het lijkt me wel gewoon handig om daar ook af en toe even naast me neer te kunnen zetten. Ik ben trouwens dit boek aan het lezen. Ja, hij zit nu dus een beetje in de periode van relaties leggen. Heel veel dingen kloppen. Ik vind dat qua tijden en sprongetjes klopt het niet altijd. Althans niet bij ons. Maar wel gewoon echt de fases waar ze doorheen gaan en... Ja, tuurlijk. Ik hou hier zo van. Gewoon lekker een boek met lijstjes en dingetjes. Dit vind ik gewoon heel erg fijn. Het is ook echt een super dik boek. Dus ik ga het echt even goed lezen allemaal. Ik begin even met een to-do lijstje voor deze week. Beetje beknopt hoor, maar even gewoon alles uit mijn hoofd hierop zetten. Tada! Daar komt hij dan. Ik ben zo benieuwd. Bang dat ik hem nog een soort van in elkaar moest gaan zetten, maar hij komt gewoon helemaal zo aan. Ja, wow. Ik heb gewoon zo lang al deze stadsfiets. En dit was er dus ook laatst mee gebeurd. Nou ja, het is gewoon echt, dit is wel helemaal top. Dus dat wil ik ook nog wel gaan maken op die fiets. Als het mogelijk is in combinatie natuurlijk met een baby ding. Maar ja, ik moest hem zo op slot doen altijd, want dat is stuk. Echt, bijna alles is stuk zo'n beetje. Dus ja, ik ben hier echt mega blij mee en ik ga er nu voor het eerst op fietsen. Ik heb dus voor deze fiets gekozen omdat het echt een mama fiets is. Ik wil geen fiets met elektrische dingen erin, want... Ik wil gewoon wel een beetje sporty zijn. Hè? Als je dan toch fietst, laat het dan meteen nut hebben voor je lichaam. Maar dat hij op een lage versnelling en een hoge versnelling kan, dat is wel heel erg handig voor die brug waar ik elke dag overheen moet. Tada! Lekker eten heeft een mannetje voor mij gemaakt. Tada! Tada! En die van Yola! Kijk dan, we hebben dezelfde! Yola is bij deze trouwens ook een echte mini-mama geworden. Want kijk, ze heeft een hele schattige pop. Die is van Baby Alive. Er zitten ook wat dingetjes bij. Zal ik even laten zien. Een potje, want jawel, je kunt er namelijk zindelijk maken. Flesje. En stickertjes, dus je kunt haar ook belonen. Wat kan ze allemaal, joh? Dansen, geloof ik? Dansen kan ze, ja. Ze kan plassen in het echt. Ze kan mama zeggen. Ze kan zeggen handjes wassen. Hoi, ze kan zeggen dat ze moe is. Papi, zei ze. Ja, papi kan ook. Help je me opstaan? Schattig. Yola die heeft een hele video eigenlijk gemaakt samen met deze baby Alive. Maar ze heeft eigenlijk zelf een naam gekregen van jou, hè?
Ja, Olivia. En ik noem haar heel vaak Olly. Olly, Olly heet ze. Hoi, mami. Dus als jullie de video van Yola en Olly willen zien, die zal ik even in het i'tje hierboven zetten. Want die staat inmiddels op haar eigen kanaal. En als jullie Olly misschien ook een leuk cadeautje vinden voor jullie kindje. Of misschien vindt Sinterklaas het wel leuk om te geven aan kinderen. Dan kun je hem vinden bij Bol. Ik zal hem hieronder in de beschrijving ook eventjes zetten. Vanaf 12 november tot 9 december kun je hem ook verkrijgen met 20% korting. Nou, ik vind het zelf best wel handig om zoiets leerzaams te geven. En voor Yola is het natuurlijk wel extra leuk. Omdat ze, ja, we hebben natuurlijk Jax. Maar Jax slaapt heel vaak. Of bepaalde dingen mag ze gewoon nog niet doen met Jax. En ik ben heel erg veel bezig met Jax. En nu heeft zij ook het gevoel dat zij, zeg maar, haar eigen dingetje kan doen. En ze kan alles gebruiken van Jax. Dus dat is ook wel handig. Zij slaapt ook, hoor. En ze laat je weten dat ze nodig moet. Oh ja, en ze laat ook scheetjes. Zijn we afgekomen. En dan zegt ze, ze laat scheetje en dan zegt ze, oepsie, sorry. Grappig. Wel handig, want dan kan jij dus straks, als Jax zindelijk moet worden, kan je hem ook beter helpen om op het potje te gaan. Want dan heb je het al een beetje geleerd hoe het moet. Oh ja. Met deze pop. Oh sorry, met Olly. Olly! Goed programma dit, hè? En de OMG van sociale media. Dit gaat er dus over dat Instagram gewoon heel nep kan zijn. Dus ze laten zien dat sommige dingen gewoon helemaal in elkaar gezet zijn. Hè? Huh? Ja. Couscous met geroosterde groenten en feta. Oh, I love feta. This is the recept. Ook Vitamine-plak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 pl
Jax gaat er alweer vandoor. Goedemorgen. Het is dinsdag vandaag en Jax is even lekker op de grond. Het was de bedoeling dat je op deze box kleden bleef, lieve schat. Maar oké, okay. Hij gaat er vandoor. Gaat er vandoor. En zit. En zit. Oh. Nou, lekker over je Apple Watch. Geef niet. Gelukkig is hij waterdicht, toch? Nee. Yes. Bye bye. Zo, ik heb echt een super goede ochtend gehad. Ik heb heel erg veel gedaan. Veel kunnen editen, want Jax heeft gewoon 2 volle uren geslapen vanochtend. Nu is hij lekker Boomba aan het kijken, zoals je kunt horen. Ik ben even de vloer aan het dweilen. Dat moet nu echt wel wat vaker gebeuren, ja. Want als ik hem op de grond ga laten spelen, ja, dan moet het toch schoon zijn. Dus ja, ik heb het kleed ook weggehaald. Hier lag natuurlijk dat kleed. Heel erg jammer, want ja, het staat heel erg kaal nu. Maar weet je wat het is? Ik vond het echt ranzig. We hebben natuurlijk een hondje, deze lieve schat. En die wil nog wel eens... ja, van dat mannengedrag vertonen. En dan gaat hij tegen de tafeltjes aan. Dat wil je echt niet wanneer je babytje op de grond gaat spelen. Dus ik zit te denken om iets te gaan zoeken van kleed wat wasbaar is. Kennen jullie dat misschien? Bestaat dat? Een soort leuk vloerkleed. Hoeft niet eens heel groot te zijn. Maar dat het wel in de wasmachine past. Daar ben ik echt benieuwd naar. Want ik wil wel echt iets op de grond weer. Ook een speelkleed voor hem, maar ook iets voor bij de tafeltjes. Ja, Jax is natuurlijk al eventjes, volgens mij een weekje, nu 7 maanden. Maar we hadden deze foto nog helemaal niet gemaakt. Tada! Dus dat doen we nog even snel. Zo, de maandelijkse lading luiers is weer binnen. Ik denk dat dit de laatste keer is dat we voor nummer 3 gaan. Ik denk dat we hierna over moeten op nummer 4. Ik heb het weer gehaald. Let aan. Het staat alweer een eeuwigheid op nul. Nou ja, ik woon ook niet echt dat je denkt van naast een benzinepomp ergens. Dus ik moet het altijd wel even combineren met iets. Ik rij ook niet meer zo vaak. Dus ja, samenloop van omstandigheden, laten we maar zeggen. Ik ga tanken. Het is wel schandalig hoe erg ik mijn kind ingebouwd heb. Ook nog echt tussen de wijn en zo. Maar goed, er liggen ook gezonde dingen in hoor, mensen.
inside me. You somehow hypnotize me. Hashtag work hard couple says goodbye to you. Thank you for watching for today. See you later in another day. Bye. En deze video hebben we gemaakt in samenwerking met Baby Alive. Rock that joint.